Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Het is begonnen. Sparta Nijkerk in balbezit. Gelijk wordt Maurice de Ruiter gezocht. Maar daar staat Jeremy Jonker. En via Maurice de Ruiter gaat de bal over de zijlijn. Je wou iets te snel, Piet. Ja, Enrico Patrick. Benjamin Roemion. Roemion, is het een goede voorzet? Voor Paul! Wat is de grote kans van de wedstrijd. Goeie diepgegeven bal op Benjamin Roemion. En daar was Joshua Pestrik voor de eerste keer gevaarlijk. Net naast de goal van Coutinho. Mooie plek hoor, voor een vrije trap. Komt die vrije trap. Oktay Öztürk in de handen van Coutinho, net langs de muur. Geen gevaar in deze vrije trap. Althans, niet voor de keeper. Zes benen tussen van Sparta Nijkerk. En daar gaat... Dat wil Maurice. Zo, Jeremy Jonker. Daar gaat een gele kaart komen. Aangemerkt worden als doorgebroken speler. Maar scheidsrechter geeft een gele kaart. Vrije trap is daar voor Sparta Nijkerk natuurlijk. Bendadi, die kan ze wel aardig raken. Hele goede zaalvoetballer. Bendadi, die bal valt raar hoor. Bijna verkeerd beoordeeld door de keeper van DVS. En hij zwabberde wat hij door zwabbert, de wind. Ja. De camera staat gericht op het spandoek van Wespje naar Eagle. Joran bedankt. Joran van Zanten, eigen kweek. Die natuurlijk voor DVS heel veel heeft betekend. En andersom ook. De tweede helft inmiddels begonnen. Frank van den Burg, goed. Benjamin Roemion op snelheid. Ja, dat kan Mohamed Alhaj daar niet meer belopen. Roemion, strafschopgebied in. Nu, misschien. Wie weet? Soufiane Moro. Oktay Öztürk met de voorzet. Dit was echt een balletje voor Joshua Patrick. Daar een botsing tussen Enrico Patrick en Oelers. Maar Sparta Nijkerk gaat er vandoor. Donny van der Wal. Ja, Sparta Nijkerk probeert echt wat te forceren met Maki Zodila. En het zou mij niet verbazen als hij de winnende over zijn hoofd heeft. Hij is daar levensgevaarlijk in. Zet alle mensen op Maki Zodila, de nummer 4. Maar die voorzet is veel te laag. Die corner is veel te laag. 90 minuten staat inmiddels op de klok. Op het scorebord. Bendadi. Deze zal hij ongetwijfeld hoger voor het doel brengen. Maki Zodila staat daar met heel veel mensen om zich heen. Maar Jeremy Jonker kan voor opruiming zorgen. Maar wederom, Sparta Nijkerk. Bendadi. Hele goede paas. En Maurice de Ruiter. Het is toch niet te geloven. Hij weet toch uit die voorzet de punt van zijn schoen tegen de bal te krijgen. En zo komt Sparta Nijkerk hier toch nog aan die 0-1. Heel zuur voor DVS 33. Wil niet te negatief zijn, maar je zou bijna zeggen seizoen DVS 33 bijna klaar als een nachtkaars. Heel lang Sparta Nijkerk, prima partij gegeven. En toch Maurice de Ruiter, de oud DVS'er die zijn oude ploeg de das omdoet.
De analyse met Erik Speelziek, de trainer van Sparta Nijkerk, en Jaap de Vries, de assistent-trainer van DVS 33. Erik, allereerst jouw zienswijze over deze wedstrijd. Nou, ik denk dat het voetballend heel matig was. Dat het wel te zien was dat het twee ploegen zijn die voetballend niet in de beste fase zitten. Wij hadden ook ervoor gekozen om wat meer stabiliteit in het elftal te krijgen. Dat we wat minder weg zouden geven. Dat is gelukt. We hebben ook niet zo gek veel weggegeven. Maar we hebben ook niet zoveel gecreëerd. Eigenlijk was het de wedstrijd gewoon wie een goal zou maken, zou hem winnen. Hè. De omstandigheden waren ook niet makkelijk trouwens. Dat speelde ook nog wel een rolletje. Maar het was te zien dat de twee ploegen aan het werk waren die niet overliepen van zelfvertrouwen. Uiteindelijk denk ik dat het die wedstrijd redelijk op slot zat. Had ook een keer de andere kant op kunnen vallen. Ik denk dat de inbreng van Yannick uiteindelijk aan de rechterkant. Daarvoor kregen we al een kopkans via de inbreng van Yannick. Nou ja, die bracht dan nog wat gevaar zeg maar in het voetbal. Hè. Dus, normaal hebben wij twee ontzettend goede vleugelspitsen met Brian en Gilles Brano-Plet. Brian Burgerhout. Nou, dat was vandaag, kwamen die moeilijk los. Zoals iedereen eigenlijk moeilijk los kwam. En Yannick kan dan iets in zijn eentje creëren natuurlijk. Samen met Maurice hou je dan toch veel kwaliteit voor in. En Mo Bendadi erachter. Nou ja, dan win je hem uiteindelijk. Dat is een heerlijk gevoel. Ja, dat lijkt mij ook een heerlijk gevoel. Gefeliciteerd trouwens namens DVS TV. Jaap, jouw visie. Ja, ik heb de kansen geturfd. Het was ongeveer 2-2. Dus ja, een gelijkspel lag voor de hand. En zou de verhouding wel beter hebben weergegeven, denk ik. Ja, dat denk ik ook. In de reservetijd maken we die 1-0. Ja. Ik had al het idee dat we met 0-0 zouden afsluiten. We hebben denk ik zelf twee kansen gehad. De eerste helft één keer en in de tweede helft eentje. Dat is voor DVS te veel of te weinig, zeg maar, op dit niveau. Ja, en dan denk je, ja, nou, dan maar 0-0. Door de speelwijze van beide teams ontstond er zo ongelooflijk weinig ruimte. Met name op het middenveld, dat je daar eigenlijk constant 1 tegen 1 of 2 tegen 2 situaties kreeg. Heel dicht bij elkaar, hè? Ja, kijk, DVS heeft natuurlijk in de as druk met die vier middenvelden. Dus ik heb in de rust wel aangegeven, ja, als we wat willen bereiken, zou je het veel meer via de zijkanten moeten zoeken. Want je backs kunnen eigenlijk best hoog opspelen. Nou, dat vonden we de eerste helft best een beetje, daar zat nog wat angst, weet ik niet of zo. Dus, angst is apart, maar goed, het is ook een beetje onwennig. Hè. We moesten met name Donny aan de rechterkant moest daar een beetje in wennen. Hij heeft hartstikke goed gedaan overigens. Maar ja, in de as is het heel druk. En dat spelen bij ons Maurice, Mo Bendadi ook veel. En ook bij DVS spelen natuurlijk ontzettend goede voetballers. Maar het is ontzettend druk. Ja, daar heb je gelijk. Ja, het was te druk, Jaap. Voor je ook niet. Maar toch had ik het gevoel, die laatste 10 minuten, toen Maki Zodila erin kwam, van oeh, als dat maar goed gaat. Ja, ik had zelf niet helemaal het idee dat we daar in de problemen zouden komen. Maar goed, de trainer zei, hun werden daar wel wat sterker. Maar ik had nog steeds het geloof dat wij uit een keer de omschakeling met Benna misschien wel tot een kans, eventueel een goal zouden komen. Dus ja, ik had er nog wel vertrouwen in en ik was niet echt bang wat ik net zei. Er waren wat twijfels over het doelpunt van Maurice de Ruiter. Volgens sommige DVS-TV-kijkers zou het in buitenspelpositie zijn gedaan. Maar ja, ik weet het niet. Erik, jij? Ja, ik had hetzelfde. Maar je kan het niet. Het moment van spelen is natuurlijk bepalend. Maar ik had ook mijn twijfels er even over. Dat ik dacht, nou, het is wel een randje geval, denk ik. Net wel, net niet. Ja, dat kan. Ik heb het ook niet, ik heb het nog niet teruggezien. Maar dit is natuurlijk toch wel een lekkere overwinning voor jullie. En nou gaat het crescendo naar het eind van de competitie. Hè? Feest in Nijkerk. Naar aanleiding van deze wedstrijd is er wel feest, ja, denk ik. Hartstikke mooie overwinning op een goede ploeg. En we hadden het ook gewoon even nodig. We zitten niet in de beste fase. En dat is ook nog steeds een beetje te zien. Nou ja, weet je, als trainer tel je ook al vaak je zegening. En dan denk ik maar, nou ja, we hebben toch tegen een goed voetballende ploeg als DVS, die elke wedstrijd veel kansen krijgt. Weinig weggegeven, dat is positief. Maar we moeten echt nog wel weer beter aan het voetballen komen, hoor. Okay, om positief te blijven, Jaap, bij DVS 33 komt er toch ook wel weer wat van strijd los, hè? Ja, dat denk ik wel. Je ziet met Chris op middenveld en we spelen nu met die ruiten, dat we daar toch wel wat meer stabiliteit hebben, dat we minder weggeven. En we hopen wel dat we daar ook voorin wat meer gaan doen. Dus elke week zit het niet mee de laatste tijd. En ook vandaag dan weer cruciaal, wel of niet een buisspel. Ja, weet je wel. Jongens zijn allemaal een beetje down en volgende week maar weer proberen alles bij elkaar te vegen en
naar Almere voor een goed resultaat te gaan. Precies. Zo is dat. Almere, Jong Almere, jullie? Thuis tegen Sneek. Okay. Heel veel succes. De komende 10 wedstrijden ongeveer, hè? Ja, 11. Oké, succes.